Goedemiddag, slash avond. Dit is Patrick. Ik ben Daniel. Ik ben de regisseur. Patrick is co-regisseur. Kamer, wat is het hier? Disney, hè? Disney, de kamer? Disney. Oh, kamer. Maar dit is Disney, de... Disney. Het staat er nog op. Ben je filmen? Ben je filmen? Wow. We zijn eigenlijk... nu net op de Blokhut gearriveerd, hebben we alles uitgelaaien. Bedankt. Hoe is de... Jip? Mooi Jip. Kleine Jip. Is die er al? Die is er als het goed is al. Kijken. Ja. Jij mag kijken. Er zijn hier ontzettend veel mensen, die lopen allemaal door elkaar, dus je krijgt je nooit op dezelfde plek allemaal. Gewoon richting de kerk. Dat is de kerk. Ja, natuurlijk. Gewoon langs de kerk. Hallo! En ik ga nu even. Ligt aan alle mijn radio. Wat zeg je? Bij die kerk en zo. Ja? De supermarkt ligt wel meestal iets buiten het centrum. Het is gewoon chaos en ik denk, hoe moet ik nou met dit zooitje ongeregeld een goede film opnemen? Ik voel me thuis nou. Ik ben hekker. Ik voel me thuis nou. Denk je dit? Is dat waarom je jezelf afschildert als een buitenaards wezen? Voel je je zo? Het is helemaal geen buitenaards wezen. Lees gewoon goed. Je zegt hier dat je uit de kosmos komt. Hoe moet ik dat dan opvatten? Ah! Ja, daar staat. Er draaien ineens twee groepen hier. De kelder is dicht. Het gaat vanavond stortregenen. Patrick zit aan een lens. Het kan gewoon niet meer slechter gaan. Sta je op te nemen? Ja, ik moest bij hem. Dit is even mijn stressmomentje. Dan ga je, dat hoeft mijn moeder niet te zien, hè, dat ik sta te roken. dit is gewoon mijn ergste nachtmerrie eigenlijk. Arg! De kosmos is de kosmos. Het is een bron. Maar ik ben niet meer een alien dan andere mensen. Voel je jezelf wel eens mens? Stilte. Judith, voel je jezelf wel eens mens? Slikt. Hij richt haar ogen omlaag. Einde. Kun je erbij zitten? Ja, wil je dat? Ja. Ik kom wel bij. Oh. En nu? Ja, nou praat je gewoon. Kijk, hier zit een oogje. En dat neemt gewoon alles op wat wij zeggen. En er zit ook een microfoontje bij, zodat er later ook geluid hoort. Oké, waar wil je het over hebben? Over vanavond. Ja, bij vertrek liever afmelden. Nou, of maak het niet te moeilijk. Nee, want zijn ook maar... Jongetjes, als jullie nou weggaan. Oh, schijnt eruit. En vanmiddag? Ja, arriveerde je. Wat was je eerste indruk zo? Ik maak meestal geen eerste indruk. Nou ja, oké, ik maak ze wel. Een scouting? Oh, een scouting. Oké. Okay. Ja, maar ik heb ook op scouting gezeten, dus daarom. Oh ja, ik zelf ook. Ja. Ja, wat deed je dan? Ik was verkenner. Oh. En ik ben later heb ik mezelf opgewerkt naar staf, maar toen vond ik het niet meer leuk. Want dan, als je bij de verkenner zat, dan ging je s'nachts allemaal van de jongenstent naar de meisjesstent lopen, omdat de staf het zag. En als je staf bent... dan kun je daarvoor opgepakt worden, dus vandaar dat ik nou niet meer mag. Oh. Dan draaien. Ja, je moet wel blijven praten, anders denken die kids op YouTube allemaal van... Hé, dat is versneld. Het is vertraagd juist dit. Zo motion, als kan je het niet zien, is het allemaal blur. Maar jij, verder. De mensen. Zijn er mensen die je nou absoluut niet mag, waarvan je denkt van... dat is iemand en dan ga ik wel zo'n gruwelijke hekel aan krijgen? Niet echt. Helemaal niemand? Nee, niet. Oké. Nee. Oké, dus die giftige blikken die ik van je heb gekregen, dat is gewoon... Nee hoor, Daniel. Oh. Het is gewoon omdat je kinderen met me wil. Ja, dat mag ik niet. Hij moet gewoon even weten welke scène waar hij is. Dat is te dichterop. Extreem kroos ook wel. Oh, oké. Okay. Goed. Je hebt niks zinnigs te zeggen ofzo, anders ga ik het maar uit. Ja, doe maar uit, ja. Ja? Er zit een knopje ergens lopen. Het is wel een leuk trucje hoor, als je dat gaat zitten doen waar mensen bij zijn, dan bedoel ik geen nerds, maar echte mensen. Dan soms ook... Oh, ik heb hem al. Wil je er een eind op? Kijk, een betere camera. Dit is best een fijn ding.
Moet je doen. Gastvrij is, waar zijn we ook alweer? Gamer. Etend op de making of echt zo fascinerend, dames en heren. Nee, maar je was net aan het vertellen hoe leuk je Stephanie vond. Dus dat... Ze is gewoon een gezellig persoon, Daniel. Ernst? Ja, Ernst. Wie is Ernst? Dat is die grote jongen die hier net zat. Wie met dat haar? Ja. Een dame met een eigen belletje, alleen maar goed. Ja, dat is goed. Is het nou chantagemiddel op de een of andere manier? Nee. Thomas, vertel eens iets. Eten, of niks. Oh ja, inderdaad. Hardwerkende mensen vastleggen. Nee, we werken wij niet. Ja, ik ben heel hard aan het werk. Ja, ja. Auw! Je thee! I don't care. Nee, het is toch te hard. Ik zit maar voor het vensterglas, onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik een pikkie had, dan kon ik ermee spelen. Wat een pikkie, zo'n ding wat je bij de speelgoedwinkel haalt, waarmee je zeg maar, dan heb je zo'n ding, dan moet je zo'n ringetje mee doen. Dat noemen ze een pikkie. Ik zeg, daarom ben je niet te oud voor dat soort spelletjes. Well, was dat ook echt zo bewust dat je wat een groot probleem was? Ja, we hebben gesproken dat... Hij wilde gewoon op mijn locatie komen, dus ik heb een excuus. Ja, maar ja, die kant op. Hi. Katja. Hey! Goedenavond. Wacht even. Die kant op. Ja, ik ben echt een zooi even hier snel. Goedenavond. Hey, pak eens op. Hey, ik neem het gewoon mee. We zijn net klaar. Hij kan niet op, als het trots blijft. Daniel heeft gezegd dat het oké is, dat ik even meekijk. Dat is echt een Daniel is geweldig. Dat staat erop! Dank u.